Nee, dat is niet best. Nee, klopt. Je haalt het zelf al even aan, die bal die jij in de voeten speelt bij Dennis Kaars. Wat ging er mis? Ik wil opbouwen en dat was een slechte keuze. Op dat moment had ik gewoon niet moeten opbouwen en een lange bal moeten spelen. Wat denk je dan op zo'n moment? Ja, op dat moment dan denk ik gewoon alleen maar kut. Dat is gewoon een fout. Alleen je moet door, weet je. Je kunt er niet in blijven hangen. Je hebt nog in principe ook gewoon de hele wedstrijd om het nog goed te maken. Nou ja, in het voetbal wel. Qua resultaten waren we eigenlijk wel tevreden. Alleen qua voetbal had je inderdaad het idee van, dat je dan meer verwacht. Met name ook een beetje op basis van Almere, dat ik dacht, we zijn verder. Je zit nog maar in het begin, 4 wedstrijden. Maar in hoeverre maak je je erom zorgen? Nou ja, dat is altijd om je zorgen over te maken als het spel niet is zoals je het verwacht. Dus altijd. Nee, je zegt het goed. Kijk, in de eerste helft heb je ontzettend veel kansen en eigenlijk moet je daar gewoon zeker 1 of 2 van benutten. En dat doe je niet. Dus dan blijft 2-0 rust. En dan ga je de tweede helft gaan we volle bak erin, omdat we weten, we kregen in de eerste helft ook zoveel kansen. Dus we gaan ervan uit dat we de tweede helft ook veel kansen krijgen. En ja, dan krijg je uiteindelijk gewoon heel weinig kansen. En ja, dat is gewoon triest eigenlijk. Den Bosch, misschien weinig punten, onderschatting? Ja, dat kan. Dan moet ik de spelers vragen. Maar daar zag het in het begin. We begonnen echt niet scherp genoeg. Dat zou daar een reden van kunnen zijn, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet.